gehad. Het is natuurlijk alweer september. Het gaat echt zo snel. En alleen al als ik het woord september hoor, dan gaat bij mij de herfstkriebels al helemaal kriebelen. Ik krijg dan gewoon jeuk aan mijn handen en ik wil dan het liefst zo snel mogelijk mijn kamer herfstproef maken, pumpkin lattes drinken, nou, kaarsjes aandoen. Echt alles wat maar cozy en gezellig is, wil ik gaan doen en uitvoeren. Ik weet dat het misschien nog heel erg vroeg is, maar ik dacht ik kan er maar beter op tijd bij zijn. Ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die juist gek zijn op gewoon überhaupt op herfst, maar ook op dit soort video's. Dus ik dacht, goh, weet je, we doen het gewoon alvast. Dus vandaag wil ik eigenlijk mijn kamer herfstproef maken. Ik heb namelijk wat decoratie en zo gehaald. Dat heb ik bij de Action gehaald. Dat heb ik ook gefilmd voor hun YouTube kanaal. Maar daarnaast heb ik het ook gewoon zelf gehaald bij de TK Maxx en bij de Intratuin nog wat. Die video staat ook online. Dat was een shop with me. En voor de rest, ja, ik heb een hele kleine kamer, dus het is al heel snel te veel. Dus ik heb ook niet heel veel nodig. Dus ik ga straks al mijn herfstdingetjes hier op bed leggen. En dan ga ik jullie laten zien wat ik eigenlijk allemaal heb voor dit jaar. Het is best wel een beetje spannend ofzo, of nieuw. Want ik heb nog nooit in deze kamer, ja, herfstdecoratie neergelegd, zeg maar. Ik heb natuurlijk sinds begin dit jaar een nieuwe kamer. En ik heb het helemaal verbouwd. Andere kleur, andere meubels, nieuwe indeling. En sindsdien is het niet meer op de automatische piloot werken. Hiervoor had ik een kamer en deed ik elk jaar eigenlijk hetzelfde. Dus ik vind het eigenlijk ook wel weer heel erg leuk. Dus laten we snel beginnen. Ik ga jullie laten zien welke herfstdecoratie ik dit jaar heb. En ja, heb jij zin om te zien hoe ik mijn kamer herfstproef maak? Blijf dan zeker kijken. En misschien kun je er ook inspiratie uit halen voor jouzelf. Omdat ik een hele kleine kamer heb. En ja, wellicht heb je ook een kleine kamer. Dus kun je er wat mee? Ik weet dat het nog erg vroeg is om met de herfstcontent te beginnen. Maar ik vind het gewoon echt mega leuk. Ik ben echt een herfstpersoon en een winterpersoon. En ik heb gewoon het gevoel dat zodra de blaadjes al lichtelijk verkleuren. Of zodra je bij de Action komt en je ziet gewoon herfstdecoratie liggen. Dan begint het gewoon al helemaal te kriebelen in mijn buik. Dat ik denk, oh, ik vind het zo leuk. En het is ook een heerlijk, perfecte, cozy dagje. Alsof het zo had moeten zijn. Want vanochtend heeft het geregend. En nu zijn de wolken ook gewoon lekker grijs. Ja, ik kan er echt van genieten. Maar ik heb dus bij de Amazon... Dit is geen spon of zo. Ik heb het gewoon zelf betaald. En besteld. Heb ik dus. Dit is echt een tip. Oh my god. Dan kun je dus echt vet leuke herfstdecoratie dingetjes halen. Maar ik vind het dus zo lastig. Want in Nederland kun je best wel weinig, vind ik, veel uitgebreide herfstdecoratie vinden in de winkels. En in Amerika bijvoorbeeld heb je echt de TK Maxx, die hebben hier. HomeGoods, Target. Nou, en al die winkels. En heel vaak, want ik volg Amerikaanse YouTubers, zag ik deze al voorbij komen en toen zag ik het op Amazon en toen dacht ik echt, oh mijn god, ik ga dit bestellen. Veel te prijzig, maar dat maakt niet uit. Ik heb namelijk deze pompoenkopjes besteld en die kunnen er dan af, die deksel. En dan kun je daar soep in doen, maar je kan er natuurlijk ook thee in doen. Ik vind het helemaal geweldig. Je krijgt er dan twee. Het is wel echt vet prijzig. Het is €25,80. Ik heb deze besteld en het liefst wilde ik hier al mijn thee in gaan drinken, maar het is nog niet binnen en dat duurt ook nog wel even. Maar kijk... Oh, dit is toch leuk. Hello pumpkin. Maar goed, daar wacht ik nog lekker op. Ik heb lekker mijn cozy sweater aan. Ik ga lekker beginnen met het decoreren van mijn kamer. Nou, dit is een beetje wat ik voor dit jaar bij elkaar heb verzameld. Ik wilde wel wat minder overdreven doen. Dus ja, ik vind dit al best wel heftig. Bijvoorbeeld deze kleuren, maar het is wel echt herfstig. Het liefst hou ik dus echt van deze neutrale kleuren. Want dat past ook echt in mijn kamer. Maar dat kunnen we hier gewoon niet echt kopen of zo. Maar ik zoek nog wel van die pompoenen die gebreid zijn. Ik zou hier even een plaatje in beeld doen. Dus mocht jij weten waar ik dat kan halen, let me know. Ik vind dat echt helemaal leuk om dan overal en nergens, bijvoorbeeld hier op dit plankje, zo'n pompoenetje erbij te leggen. Maar in ieder geval, dit is een beetje de status. Nou, ik heb hier de geur Wood Smoke. Ik heb deze van de Action, zo'n snoer. Deze van de Action. Deze van de Action Apple Cinnamon. Deze is van de Action. Deze heb ik van TK Maxx. Deze geurkaars ook van TK Maxx. Action en Action van vorig jaar. Wat mij dus vet leuk lijkt is om hier zo overheen een beetje blaadjes denk ik te doen. En deze bos, ik laat het even van dichtbij zien. En deze bos, daar wil ik denk ik blaadjes doorheen doen. Maar dan wil ik deze palm... pluimen wil ik weghalen, want anders is het gewoon te vol. En misschien dat ik met die stop ook nog wat ga doen. Dus laten we met deze kant beginnen. Maar eerst even een doekje eroverheen. Ik schoon met deze en die komt ook van de Action. Zo, en ik denk dat dit geworden is wat ik wil. Ik heb hier natuurlijk gewoon mijn stoel. En dan heb ik hier de spiegel, die komt van de Action. Ik vind het altijd wel fijn om zo'n spiegel er nog bij te hebben. Dan heb ik hier mijn kwasten in dat bamboe. Het prullenbakje voor de watjes. En dan heb ik hier echt zo'n cozy, gezellig hoekje. Dat vind ik wel echt heel leuk. Ik vind een kaars op je make-up stash sowieso wel echt heel mooi. Oké, dan is dit mijn bureautje. En dat ziet er sowieso echt heel rommelig uit nu nog. Dus dat gaan we ook even leuk maken. Wat mij dus wel leuk lijkt is om hieronder of zo die snoer te doen. Zodat je daar een beetje verlichting hebt. En zodat het ook gelijk een beetje herfstachtig eruit komt te zien. Deze laptop wil ik sowieso hier even weghalen. Dat is een beetje rommelig. De planner die doe ik gewoon weer terug in de la. Dus ik moet dit allemaal even opruimen en dan ga ik het een leuk plekje geven. Hoe satisfying is sowieso deze la al. Oké, ik moet het wel een beetje opruimen, maar deze past hier perfect in. Dit is zo'n bestekbak van de IKEA. En dan heb ik hier nog wat andere dingetjes. Maar hoe perfect is dit zo? Oké, ik heb het opgeruimd. Hieronder zit altijd mijn toetsenbord en mijn muis. En ik heb hier nog een kaars. Nou, en deze is dus ook echt bijna op. Dus deze laat ik eerst nog hier staan. Want die mag dan eerst opgebrand worden. En als die op is, dan heb ik zeker nog wat kaarsen staan. Mocht je benieuwd zijn welke geurkaarsen ik allemaal heb voor de herfst. En wat überhaupt mijn stash is. Dan heb ik daar een vlog over gemaakt. Daar laat ik mijn geurkaarsen stash zien. Dus ik zou hem hier of daar boven eventjes linken. En dan gaan we nu verder met de inrichting. Nou, ik heb dan gewoon in deze la mijn laptop gedaan. En hier heb ik nu echt perfect. Als ik dan zo zit, schuif ik deze open en heb ik hier mijn Masha planner. Dit is toch helemaal perfect. En daarachter nog een etui. Dan is het nu tijd voor de rest. Deze heb ik trouwens van de IKEA. Daar krijg ik ook echt heel vaak vragen over. En die heb ik zo ingericht. Ik heb batterijen in deze lampjes gedaan. En deze vind ik echt geweldig. Kijk, dan heb je zo'n touwtje. Licht in. Nou, leuk. Daar gaan we nog wel wat mee doen. Maar voor nu bij het bureautje dacht ik dus deze pompoenen. Maar ik vind dus dat fel oranje, ja, dat past niet echt in mijn kamer. En ik vind die blaadjes dan wel leuk. Maar dan hoeft het voor mij de rest niet allemaal zo overdreven. Zoals dit. Kijk, het is echt heel cute. Allemaal van die pompoenetjes. Maar het is heel overdreven oranje. Dus ik dacht, wat nou als we dit goud gaan spuiten. Want ik heb nog zo'n gouden spuitbus. Dus ik dacht, we gaan het gewoon proberen. Ik ga die pompoenetjes goud sprayen. Hoop voor de best. Als ik het verpest, dan verpest ik het. Maar joh, we proberen het gewoon. Dus do it yourself. Dit is wel echt een absolute veel. Ik had het kunnen verwachten, want het glijdt er gewoon van af. Dus ja, deze spray, wellicht wel een andere spray, maar deze werkt niet op plastic. Dus ja, dan doen we het gewoon met het oranje. Ik kan het altijd nog met een andere spray die wel voor plastic is, oversprayen of verven, maar daar heb ik nu geen zin in. Dus ja, we doen het gewoon even met het oranje. super. Ik heb deze plank dus nu zo gedaan. En dat vind ik al wel heel cute. Want ik wil het ook niet te kleurrijk maken. Want ik hou wel van dat neutrale. Maar ik dacht om toch nog een beetje die herfstsfeer daar ook nog toe te voegen. Misschien is het leuk om hiervan een beetje de neutrale kleuren. Zoals deze. Met iets meer groen, zeg maar. Af te plukken. En dan een beetje er nog bij te leggen. Dus dat ga ik nu even proberen. Ik denk dat ik dat gewoon een beetje er zo bij ga leggen. Oh, dit is wel echt heel cute. Oh, I love it. Dit is leuk. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Je ziet echt een paar blaadjes liggen. Dat is echt heel schattig. Oké, dan hebben we dus het bed. En nou, dit vind ik al echt super cute. Maar ik dacht, misschien is het ook nog wel leuk om hier iets mee te doen. Dus ik denk dat ik daar wat pompoen of dennenappels, ja dennenappels erbij neerleg. Oké, en als laatst heb ik deze hier. En dit is natuurlijk niet helemaal mooi. Dus ik ga dit even opruimen. En ik denk dat ik deze apple cinnamon kaars daar neer ga leggen en het gewoon even een beetje ga verwisselen. Autumn comes too soon. Zo, ik heb nog wat herfstkaarsjes die ik wil gaan opsteken. Namelijk deze van Yankee Candle. In de geur Cinnamon Stick. Dus daar ga ik even een houdertje voor pakken. En dan ga ik die nog ergens neerleggen. Dan heb ik nog Cozy Cinnamon en Spiced Cinnamon. Daar ga ik ook nog wat van opsteken. Ik denk dat ik klaar ben. Ik ben er echt super blij mee en ik ga jullie nu het eindresultaat laten zien. Nou, ik heb dus hier gewoon mijn bed. En dan heb ik daarboven dit plankje. Ik ben er echt heel blij mee. Dan heb ik het hier toch nog even een beetje veranderd. Namelijk zo. Daar kan ik ook wat van die kaarsjes namelijk aansteken. Met een lekkere geur. Uiteraard kijk ik echt uit met kaarsen op mijn bed. Maar nu voor de sier vind ik het wel heel mooi. Nou, en dan heb ik hier mijn make-up stash. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Dit ziet echt heel cute uit. En ook dat je die kaarsjes in de spiegel zo ziet. En natuurlijk daar zo. Nou, en dan heb ik dus deze heerlijke geurkaars. En dan dit zo. Nou, en dan heb ik hier mijn bureau. En hier ga ik natuurlijk lekker bezig... Of nou ja, lekker... bezig voor werk. En dat is wel lekker. Maar ook voor school. Dat is wat minder lekker natuurlijk. Maar ja, hier ben ik nog niet helemaal blij mee. Ik ga namelijk nog even uitzoeken welke verf ik kan gebruiken op dit plastic spul. Zodat het er niet afglijdt. Want ik wil het liefst een beetje wittig of goud maken. En dan kan ik het daarna nog wel beter decoreren. Want nu vind ik oranje een beetje afsteken van de rest. Dus dit komt nog. Dat is een projectje op zich. En dan heb ik hier zo heel cute dit vaasje. En dan heb ik dit hier. En hier ben ik ook heel blij mee. Het is gewoon lekker clean. En dan deze lekkere geur. Deze is dus van Action. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee zo met dit hoekje. Dus dat was alweer deze full Decorate With Me. Laat me zeker weten als je er wat aan hebt gehad. En als je nog leuke tips hebt. Ook zeker voor de verf, voor die pompoenetjes. Laat het me weten welke daarvoor goed is. Ik weet dus dat deze video misschien een beetje vroeg was. Maar zoals ik al zei, ik word er gewoon echt blij van. En ik heb gewoon echt een beetje een herfstziel. Als het regent en ik zie kaarsjes en geurkaarsen en herfstdecoratie, dan weet niet, dan word ik echt weer blij. Dan denk ik echt wow. Het is over een maand natuurlijk alweer oktober. En ik weet dat dat misschien te snel vooruitgedacht is. Maar vorig jaar heb ik Cozy in november gedaan. Ik ben van plan om dat dit jaar in oktober de hele maand te doen. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien. Dan ga ik jullie nog even bijkletsen. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie gauw tot een nieuwe video weer. Doei doei!